Noord. En wij zijn op de landelijke politiedag in Amsterdam. Ja. Hoe vinden jullie deze dag? Nou, ik vind het een ontzettende geslaagde dag, want er komen zoveel mensen hier kijken. En wat mij heel erg is opgevallen, dat iedereen onze hondenshow en fietsenshow fantastisch vinden. En weet je wat nou zo leuk is als je bij de politie werkt? Dat je heel veel verschillende dingen kunt doen. Dus je begint bijvoorbeeld op straat en daarna ga je naar de recherche. Of misschien wil je wel, zoals je achter ons kunt zien, ruiter worden. Wat is het spannendste wat jij ooit hebt gedaan, denk je? Nou, dat ik een boef achterna zat en die had ik gearresteerd. En die rukte zich los en die ging er vandoor. En we stonden met z'n tweeën midden in een winkel. En toen moest ik haar achtervolgen in de winkel. Maar ze was zo snel dat ik dacht, ik kan er alleen nog maar pakken als ik er bovenop duik. En was de vrouw het dief? Wat had ze gestolen? Ze had make-up gestolen bij een drogist. Dat is een beetje raar. Wat bent u hier aan het doen? Wij zijn hier toekomstige agenten. Gaan we trainen hoe ze de handboeien moeten aanleggen. Wat worden ze dan als ze dit kunnen? Dit is alleen nog maar een voorprogramma. Als ze dit goed doen, misschien dat ze dan bij de politie willen werken. Bent u op de hoek? Vindt u het leuk om met politiehonden te werken? Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dit is echt mijn maatje. Is dit de liefste hond die ik heb of is het een andere? Nee, dit is de allerliefste hond die er is. En zelfs van de hele hondenbrigade. Dit is echt een schat van een hond. Hoe heet hij? Hij heet Randy. Hallo Randy. Zou ik de hond ook even mogen interviewen? Nou, doe je best. We gaan kijken of hij wat terug wil zeggen tegen je. Vind je het leuk om politiehond te zijn? Dat denk ik wel. Die mag hem aaien, hij doet niks. Er is iemand doodgeschoten en met een revolver, dat wisten we ook. En we weten dat die meneer hele grote schoenen aan heeft met een raak profiel. En dat hij gewond is. Ja. Maar als en dat hij een gat in zijn hoofd heeft. En dat er een man is binnengelopen over het strand en weer naar buiten gelopen is met bloed. Niks merken. Deze eerste oma. Wat is precies je beroep bij de politie? Ik zit nu voor 6 maanden gedetacheerd. Dat betekent dat ik op een bike team zit. En het enige wat ik doe eigenlijk, dat is fietsen en mensen die stout zijn, die houd ik aan. Ook bonnen geven of niet? Ja, bonnen geven, dat hoort er ook bij. Hebben jullie wel eens een hele heftige achtervolging gehad? Ja, ik heb wel eens een behoorlijk heftige achtervolging gehad. En dat duurde ook best wel lang eigenlijk. Ik was ook best wel moe na die achtervolging. Was je lopend, rennend of? Ik was op de fiets. Wat vindt u ervan om in zo'n coole truck te werken? Ja, wat vind ik ervan? Ja, dat is heel mooi, hè, om hierin te werken natuurlijk. Hè. Dat is een heel mooi stuk gereedschap om je politietaken mee uit te oefenen. Dat snap ik wel, dat zie ik wel, zo'n prachtig ding. Ja. Als je denkt dat je werken bij de politie een leuke baan vindt, bel naar de politie. 0900 8844 bellen, maar vooral ook 112. Als je bijvoorbeeld ziet dat bijvoorbeeld een fiets wordt gestolen of er wordt ingebroken in een auto, dan moet je 112 bellen. Dan komen we heel snel. En dan kun jij ons helpen als getuige om die boef, om die verdachte achter de tralies te krijgen.